doelman Mulder. En perfect ingeschoten door Van der Velde. En het is een verdiende voorsprong voor Willem II. Een goede zijn. Van der Velde verlengt en de bal zit er dus ook in. Weer uit de hoekschop. Raak. Het is de eerste treffer van Ogbetje. Ja, in het shirt van Willem II. En onmiddellijk voelt hij weer aan de schouder. Zie, kan hij de wedstrijd niet voortzetten. Laat staan doelpunten. Als Andersen de corner neemt. En ja, daar is dan dat doelpunt. Daar is dan dat doelpunt van Onda. Uit het niets. Willem II nog amper gevaarlijk geweest in de Gelderdom. En Onda viert het feest met de meegereisde vrienden. Dus Assente voorzet. Valkenburg. En 2-1. Daar is hij dan toch. En dit is de reden dat Treppel hem in de punt van de aanval heeft neergezet. In het eigen stadion de ploeg uit Enschede te verslaan. Maar hier, doelpunt, de droomstart. Met de goal van Erik Valkenburg na 20 seconden. Dit is wat Willem II zo nodig heeft. Gezien de kan nu tegenstander pijn doen. Daar gaat Lucas Andersen. Lucas Andersen, 2-0. Weer kostbaar balverlies van FC Twente. En een zeer precieze overname van... Loppen is mee. De bal wordt verlengd. En dan uit de kluts. Ja, is het een doelpunt. Doelpunt van Peters. Die de bal daar uit die kluts eigenlijk oppikt. En de paas van Willem II. Moet krijgt niet meer bravoer. Moet natuurlijk ook scoren nu. En dan het doelpunt van Valkenburg. Daar is de treffer voor Willem II en de Tilburgers langzij. Andrade, ja! Ja, daar is hij dan! 2-2, Willem II weer langzij. Bruno Andrade in een goede combinatie. Andersen van Leer geklopt. Andersen scoort. Willem II op voorsprong. Is er dan toch nog hoop voor de ploeg van Jurgen Streppel?